Ik heb een nieuwe bril. Dat is tegen blauw licht. Wat wel handig is, want overdag zit ik de hele dag achter een laptop. En 's nachts wil ik gewoon kunnen slapen. Dus, heeft het zin dat ik hem nu op heb? Nee. Maar, hij staat wel goed bij mijn outfit. Hey, lang geleden dat ik door de week heb geüpload. Dat komt door verhuizingen en ik wilde dingen voor het eerst weer gaan doen. Zoals daten, dat soort dingen. Dat is niet gelukt, dus daarom ben ik weer hier. Maar, moet ik wel zeggen, ik kom wel terug met een banger van een video. Met een banger, jongen. Dat is echt niet waar. Nee, dit wordt de slechtste video die er ooit is gefilmd. Die van Tisha Boy J meegerekend. Ik kwam namelijk op het YouTube kanaal De Ideale Wereld. Eigenlijk gaan we vandaag naar een video kijken waarin mensen moppen voorlezen. Maar ze weten van tevoren niet hoe die mop gaat. Ik zei toch dat het een kutvideo was. Wacht, ik heb als voorbeeld een mop gevraagd aan Sam. Wat is de favoriete tv-zender van een vader uit Urk? Net 5. Nee. Tering Sam. Ja, nu ben ik door jou gecanceld. Dat wordt een beetje het niveau. Dat is een beetje wat deze video gaat inhouden. En over Sam gesproken, laten we beginnen met kijken naar de comedy karaoke Roodhagen. Nou, ook dit muziekje. Dag meneer, u mag de microfoon dicht tegen de mond houden. Ah ja, ik was vergeten om deze video nog kutter te maken. Het is Vlaams. Ik snap nooit wat mensen bedoelen als ze mij vragen of mijn schaamhaar ook ros is. Ik schaam mij over al mijn haar. Nou, het valt nog mee. Deze valt nog mee, toch? Volgens mij worden ze erger, volgens de comments. Holy shit, deze waren duister. Heerlijk dat jullie Vlamingen zulke keiharde grappen kunnen maken. Bij ons in Nederland is alles politiek correct. Nou, niet op mijn YouTube-kanaal. Vaak wel, maar niet vandaag. Ze is ook aan het knikken van... Ja, fuck. Als de zon buiten schijnt, is het verstandiger om voor mij om binnen te blijven, omdat ik anders gegarandeerd gepest word door spelende kinderen. Je kan niet zo zijn. Oh, ook gepest worden door spelende kinderen. Als je gepest wordt door kinderen, dat is menens, hè. Als een kindje lelijk vindt, ben je lelijk. Dat is gewoon de regel. Dat is een regel. Ik ben altijd bang geweest dat mijn kinderen later ook sowieso rost zullen zijn. Dit was nog niet de punchline. Dit was de opbouw naar de clue. Nu komt de punchline. Maar de dokter heeft mij gerustgesteld. Ik ga nooit een partner vinden om kinderen mee te maken. Deze doet ook zo pijn. Dit was gewoon een dubbel attack. Terwijl je dokter zegt dat je... Jongen, wees niet bang. Je krijgt van mij niet de pil. Je krijgt ook geen condooms mee. Jouw hoofd is je anticonceptie. Maar hij kan vast wel iemand vinden. Kom aan. Die eerste of zo. We gaan niet de hele video over gingers hebben hoor. Ik ga hierna even een nieuwe zoeken. Ja, natuurlijk heb ik ook een actief seksleven. Ze noemen het niet voor niets de rosse beard. Oké. Woordgrap. Gewoon gingers neuk alleen horen. Dat is gewoon wat ze zeggen. Dat is best wel kut eigenlijk. Leuk weetje, rosse mensen worden niet grijs, omdat we onszelf meestal al voor ons 40ste van kant maken. Nee. Voor deze grap ga ik hun views verdubbelen. Kak. I love it, man. Zij is wel knap, ouwe. Ros zijn heeft zijn voor- en nadelen. Oké, we hebben misschien een grotere kans op huid, maar wij zijn dan weer erg tevreden als door de chemo ons haar uitvalt. Oh, fuck off. Dit kan niet. Nee, dit kan niet. Ik had alleen die eerste grap gezien over dat rooien zich schamen voor hun haar. Deze joke kan echt niet. Oh, wordt dit mijn cancel video? I love it. Oh man, dit is mijn favoriete YouTube kanaal ooit, denk ik. Ze noemen mij van kinds af aan al wortel. Omdat mijn ouders mij bij de... geboorte in de grond wouden steken. Vind ik nu... Ze hebben hem gewoon de kutgrappen gegeven. Waardoor hij nog meer voor lul staat. Heeft hij niet alleen rood haar. Vind ik een goeie, vind ik echt een goeie. Oh, wat? Deze video duurt 1 minuut 29. We gaan een nieuwe opzoeken. Even kijken welke doelgroep we nu kapot gaan maken. In principe wordt vanaf nu alles gewoon beter dan die chemograf van net. Dus het is veilig. We gaan gewoon een nieuwe. Oh damn, eentje over Nederland. Ik heb er eentje over Nederland gevonden. Die ga ik sowieso nu al disliken. De comments? Het is caravan, trut. Ja, dat is een Nederlander. Nederlanders kunnen maar niet tegen jokes. Niet zoals Belgen. Iemand verbetert hem ook met... Nee, het is... caravan. Ik weet niet wat hier gebeurt. Oh, en 1.25 vond ik eigenlijk echt niet grappig. Ja, dan is hij echt te beledigend voor Nederlanders. We gaan hem kijken, nu al zin in. Hij duurt ook 5 seconden langer. Dus dat is mooi meegenomen. Ja, serieus. Als je denkt aan Nederland, denk je aan fucking
New Kids Turbo. De liefde en de lust. Ja, New Kids Turbo en de koning die dabt. Ik was die vergeten, die dab. Zo, die dab ga ik erin halen. Die komt vanaf nu elke keer in mijn video. Net zoals deze. De diplomatieke ruil tussen Nederland en Turkije zou ineens zware gevolgen kunnen hebben voor het toerisme. Zonder Nederlanders in Turkse hotels zou het er zelf nog aangenaam worden voor andere toeristen. Is echt helemaal geen goede. Slaat ook nergens op, want Nederlanders zijn wel gezellig. Weet je, eigenlijk is het gewoon heel beledigend. Kunnen we die ideale wereld cancelen? Of na al die chemo-grappen net over gingers dan nu dit kanaal cancelen omdat ze ons niet gezellig vinden? Geert Wilders scoort met goedkoop populisme. Logisch, want voor duur populisme zijn wij te gierig. Die is gewoon flauw. Die is flauw. Ik vind dat ook geen leuke grap. Ik vind wel haar kapsel leuk. Ik heb dat kapsel ook wel eens gehad. Jullie Belgen vinden het gek dat Patricia Paai zich onlangs in haar bek liet pissen. Maar wij drinken elke dag Heineken. Dus voor Belgen is dit heel grappig. Wij vinden Heineken ook goor. Mensen met smaak dan. Zoals die vrouw met het haar. En niet mensen uit Urk. Jullie vinden het misschien vreemd, maar in Nederland vinden we het heel normaal om dingen van achter een muur te halen. Denk maar aan kroketten, bamischijven en Anne Frank. Oh shit. Kijk, dat was een goede joke. Nee, dit is niet leuk. Au. Je kan niet fokken met Anne Frank. Kijk, hun gezicht. Hun gezicht zegt alles. Oké, eerst een goede joke over Nederland dus. Fair. Jullie Belgen lachen soms met onze uitspraak van het woord caravan. Ah, nu snap ik die fucking rare discussie van net. Jullie zeggen caravan en wij zeggen caravan. Maar het moet natuurlijk caravan zijn. Het is een hele goede joke. Om Nederlanders de verkeerde versie van caravan te laten voorlezen die ze niet kennen. I love it. Veel Belgen denken dat wij de hele dag high lopen. Maar patatfriet met de adelaar buigt zich lachend om de schuimrubberige glazen dansen. Dansen. Wat? Wat? Wij hebben gewoon dezelfde reactie, die man en ik. Dansen. Ik snapte hier helemaal. Ik ga nog een keer luisteren. Veel Belgen denken dat wij de hele dag high lopen. Omdat we blauwe. Oké. Maar patatfriet met de adelaar buigt zich lachend om de schuimrubberige glazen dansen. Dansen. Is dit een busy grap of zo? Belgen die naar mij kijken, willen jullie dit uitleggen? Ik snap er niks van. De Turkse premier noemde Nederland racistisch en een bananenrepubliek. Maar dat klopt niet. Wij zijn niet racistisch en bananen zijn voor. Oh. Nee, dit kan je niet doen bij die meisjes. Ik ben gecanceld. Oké, let's go. Dit was hem, jongens. Het laatste video die ik ooit heb gefilmd. Dit kan je die meisjes niet aandoen. Die reactie. Dit gewoon niet wat ze wil doen. Shit, die laatste was. Oké, fuck. Oké, we gaan nog eentje kijken. Comedy-karaoke ook als studenten. Komt er 2020. Mijn studententijd had de beste periode van mijn leven moeten worden. Vol nieuwe vrienden en massa seks. Maar daar heeft moeder natuur een stokje voor gestoken. Mijn gezicht. Oké, fuck die shit. Dat gezicht wat hij ook trekt aan het einde. Ah, deze was personal, man. Deze was gewoon. Ze zijn niet meer zo ergens van die chemo. Jawel, die van die banaan was ook wel heel fucked up. Ook ik ben op mijn dop vernederd, bespuugd en bepist. Mijn ouders zijn aan het praten met een advocaat om te zien of we iets kunnen beginnen tegen die priester. Yes! Dat zijn mijn grappen, dat is mijn humor. Het is een beetje gênant om toe te geven, maar af en toe masturbeer ik tijdens de blok. Passages in het journaal. Ik moest hem even opzoeken, maar hij is nu al heel grappig. De blok is dus een politicus uit België. Het is nu al een half jaar dat ik student ben in tijden van corona. Ik heb sindsdien al 6 negatieve testen afgelegd en ik heb maar 8 vakken. Die klopt niet. Die had toch grappiger geweest als die andersom was? Ik heb al 8 negatieve testen afgelegd. En ik heb maar 6 vakken. Dan had je ook zo wat testen gedaan. Nu hebben ze hem gewoon verkeerd geschreven en dachten ze in de edit. Fuck it. Dat merkt niemand. Oké, we gaan hier ook gewoon mee eindigen. Met een verkeerde joke. Waarschijnlijk gaan we ook eindigen met heel mijn YouTube kanaal en ben ik hierna gecanceld.